er een nieuwe handtas en een beetje snel als kan. En had u al een kleur in gedachten? Ja, nee, als het maar geld kost, hè. Oké, dan. Ik heb er eentje van 300 euro. 300 euro, dat is geen kwaliteit, hè. Er geen duurdere? Hier nog eentje van 500 euro. Helemaal uit slangenleer. 500 euro, dat is ook geen kwaliteit, hè. Voor wie houd jij mij eigenlijk? Ik heb geld, hè. Ik heb er hier nog eentje van 1500 euro. Ah, dat trekt er al beter op. Want ja, ik neem het hier, want de duurste is het beste, hè. Allee, ik bedoel, zie je mij nu al lopen met een handtas van 300 euro? Dat is nu wel niet goed voor mijn imago's, hè. Ja, je hebt ook precies geld te veel, hè. Excuseer? Wat excuseer? Houd u zelf nu eens bezig, mijn imago. Ja, mijn imago. Dat heb jij niet, hè, burgerke van mijn voeten. Kan dat wat zachter, alsjeblieft? Ja, en kom, haast u een beetje, want ik moet mijn Porsche nog vol tanken, hè. Uw Porsche? Oh my god. Manneke, ga eens ergens anders wenen. Dat is dan 1500 euro. Ja, mijn visa, hè. Ah ja. De visa staat daar, behalve als je te lui bent om er zelf naartoe te gaan. Zwijg. Oké, dat is in orde. Jij bent zeker van knokken? Van knokken, le zoet. Ja, het is eraan te zien. Zoveel noten op uw zang. Zorg dat uw nek niet springt, hè. Ja, uw nek zal zo snel niet springen, hè. Gelijk dat jullie zo traag spreken. Excuseer, maar als jullie zo verder gaan, dan zal ik genoodzaakt zijn om jullie uit mijn winkel te zetten. Jij moet u niet moeien of je mocht uw handtas bij u houden. Ja, meneer. Mevrouw staat nogal op haar strepen, hè. Ja, kom. Ik heb hier al genoeg tijd verspild. Mijn handtas, alstublieft. Ja. Dag, hè. Zo'n irritante mens. Ja. Ja. Dus maandag om 10 uur uw eerste behandeling. Oké, dat is goed. Fijne dag nog, dag. Goedemiddag. Hallo, ik had vandaag een afspraak. Ik zal eventjes kijken. U bent hier nieuw? Ja, dat klopt. Van Heikensaren? Ja, ik moest er komen, hè, vandaag. Ja, ja, absoluut. Ik zie dat je een infraroodtherapie hebt gereserveerd. Ja, inderdaad. Je mag daar rechtdoor gaan en links bevinden zich de kleedkamers. Oké, okay, dankjewel. Geniet ervan. Zwijgt men van, ik negeer hem al een hele dag. Oei, toch niet meer problemen? Ja, niks speciaals. We zijn gewoon enorm met elkaar gegroeid. En ik denk eraan om te scheiden, want dat is niks nieuws, hè. En hoe is het met u? Ja, dat is super. Mijn appartementje is juist geschilderd. Dus, Ja, tof, tof. En is dat groot, als een appartementje? Ja, ça va eigenlijk nog. Allee, het is een heel groot huis, maar ja, het is wel verdiend in 3 appartementjes. En hoe is het met uw vriend, Nick? Ja, echt super. Hij is echt een jongen uit 1000. We zijn juist gaan samenwonen. Ja, kom dat ook maar zeggen van Mark. Oh my god, nee. Wat is er? Ik heb een grijs haartje. Ik zeg, Sophie, dat zie je toch niet? Verdomme, daar gaan we balayage. Sophie, toch. Excuseer? Ja? De lichten zijn uitgevallen in de infraroodcabine. Ja, ik zal eventjes meekomen. Dus wat was het probleem? Kijk. Die een sjaal wil ik hebben. Zeg maar, 200 euro voor een sjaal. Is dat niet veel te veel? Tuurlijk niet. Het moet topkwaliteit zijn. Hè. Daarbij, mijn goedkoopste kledingstuk zijn misschien mijn 1 paar kousen van 120 euro. 120 euro voor een paar kousen? Maar ik zou geen kunnen betalen, ze. Maar ja, mijn vent Mark betaalt natuurlijk allemaal, hè. Ja, maar ja, je hebt juist gezegd dat je wilt scheiden. Dan zal er wel een heel grote verandering in komen. Ja, misschien wel, maar ja, wat denkt hij? Dat hij er zo goedkoop kan van afkomen, dan kent hij mij nog niet. Hè. Hij zal mij een maandelijkse bijdrage mogen storten. Ik zou toch oppassen, want Mark heeft heel veel connecties bij het gerechte. Ja, we zien wel.
Ja, zie ik. Ga eens terug naar mijn appartement gaan. Sluit jij vanavond af? Ja, geen probleem. En dan morgen nog moet terug openen tegen 10 uur. Ja, dat wel. Ik ben hier aan 10:30 uur, goed? Ja, is goed. Tot morgen. Tot morgen. Zeg, dit groetje aan uw echtgenoot, Mark? Excuseer, ex-man Mark. Officieel nog niet, meisje. Dag! Amai, kom die vrouwke bezoeken? Allee, sst, kom. Waf, waf. Dank u wel. Ja, nog een prettige avond. Salutjes, hè. Bedankt, hè. Dag. Eindelijk. Dat werd tijd. Met een avond aan Clara. Schat. Het ruikt hier zo lekker. Ja, ik heb gekookt voor ons 3 jaar samen zijn.
Ik heb mijn keuken dan wel aan. Jij hebt mijn kookpensen nog niet gezien, zeker? Ja, maar moet ik echt niet helpen? Nee. Vandaag hoefde ik niets te doen. Ik zal een keer in de wandel hangen. Oké, dan. Aan u de eer. Follow me, my lady. Dank u. Goedemorgen, u mag binnengaan hoor. Ja, maar ja, het is gesloten. Ik had normaal gezien een uur geleden een afspraak. Ja, sorry, maar mijn collega moest hier normaal al een uur geleden geweest zijn. Ja, ik heb ook een sleutel bij, maar ik versta gewoon niet waarom dat ze hier niet is. Ja, excuseer, ik ga even mijn collega bellen. Ja, zeg Sophie, waar zit jij? Jij moest normaal een uur geleden in het saunacenter zijn. Bel mij zo rap mogelijk terug, oké? Dag. Allee, waar zit hij nu? Sophie? Hallo, nog zusje? Maarten, het is echt verschrikkelijk. Kom maar hier, alsjeblieft. Oh, wow. Jackie, rustig. Zijn ik op je gemak. Waar is er? Ja, maar Maarten, Sophie moet gisteren afsluiten. Ze is vermist. Waar is Sophie? Ze is vermoord. Ik ben er zeker van. Zus. Rustig. Kijk, ik kom je naar daar, oké? Okay? Rustig, hè? Maar Maarten, haast u echt, alsjeblieft, voordat het laat is. Je deed me wel verschieten, hè? Hé, hey, zuske, wat scheelt er? Sophie, godverdomme, ze is vermist, ze is weg! Hoezo vermist? Ja, nee, maar ze moet hier normaal vanochtend zijn en ik hoor haar gsm achter de hoek. Ja, en? Ja, maar haar fiets lag daar en haar gsm lag erbij. Broer, ze is vermoord, ik ben er zeker van. Ja, kom, sst. Ik bel de politie wel, hè? Ga jij maar naar binnen. Ja, want ik moet echt nog superveel werken. Ik moet die leverancier nog mailen en zo. Maar ga toch nu niet beginnen werken? Ja, toch wel een keer afleiding nodig. Allee, kom hier. Goedemiddag, inspecteur Hanne de Vos. U had mij gebeld in verband met een ontvoering. Goedendag, Maarten de Poorter. Mijn zus Annelies, haar beste vriendin Sophie, waarmee ze samen dit schoonheidscentrum openhoudt, ja, die is volgens ons ontvoerd. Oh, wacht, hè, meneer de Poorter, volgens ons? Ah ja, dat denken wij toch? Wacht, hè, laat dat denken maar aan ons over. Hè. En trouwens, hoe weten jullie dat zo zeker?
Ja, ja. Sophie zou gisteravond rond 21:50 de zaak moeten afgesloten hebben en... Ja, en wat? Wel ja, na het afsluiten van de zaak is ze normaal met haar fiets vertrokken. En ja, dan stopt het eigenlijk. Hoe bedoel je, stopt het? Maar ja, dan stopt het spoor eigenlijk. Dus dan moet er iets gebeurd zijn, maar wat, dat weten we niet. Dus ja, kom, ik zal het eens tonen. Ja, voilà, hier is het. Dat is het. Ja. Meen jullie dat, of wat? Wat? Een ontvoering. Zijn jullie nu echt serieus een fiets op de grond? Ja, een fiets op de grond. Vanmorgen lag er ook nog een handtas en een gsm van haarnaast. Hè. En je beseft ook wel dat we dat hebben binnengepakt of toch nog gestolen. Ja, of dat er daar nu een gsm of een handtas bij lag, dat doet er niet toe. Hè. En die fiets kan gewoon omgevallen zijn. Hè. Wat zit ik hier eigenlijk mijn tijd te verdoen? Mevrouw de inspecteur, nu vind ik toch echt wel dat je boekje te buiten gaat, hoor. Kijk, hè, meneer de Poorter, ten eerste, ik heb mijn vak. Ten tweede, hier stel ik er geen PV van op. En ten derde, misschien kan ik morgen misschien een opsporingsberichtje plaatsen, hè, als ze nog vermist is. Maar nu kan ik daar niks aan doen. Een opsporingsbericht? Goh ja, een opsporingsbericht, dat is eigenlijk een bericht dat geplaatst wordt. Ja, als persoon had... hallo, ik heet ook aan opsporingsberichten, hè. Maar is dat nu echt serieus het enige wat jullie gaan doen? Inderdaad, en nu heb ik geen tijd meer voor u. Dag. Godverdomme. Meneer de Poorter, ik heb het al gezegd. Ik kan niets meer voor u doen buiten een opsporingsbericht plaatsen. Oh, zijn jullie echt serieus? Kom, wat is uw naam? Mijn naam, hoofdinspecteur Hanne de Vos. Hanne de Vos? Oké, dat is goed. Ik bel nu naar uw commissaris en ging klachten tegen u. Doe wat je niet laten kunt. Maar ik meen het ze. Meneer de Poorter, wat denkt u nu? Dat de commissaris naar u gaat luisteren? Ik en de commissaris twee komen heel goed overeen, geloof mij. Ja, en dan zou het dak komen, hè? Heb je er al opgezeten misschien? Meneer de Poorter, zo kan het wel gaan, hè? Of hebt u regels misschien, hè? Of nee, je hebt niet gemogen van uw vent. Is dat, hè? Meneer de Poorter, nu gaat het te ver, hè? Weet, hè? Jij bent gewoon een serpent die een job niet gaat uit voor thuis, jong. Nu kunt je een boete aan smaad verwachten, hè? Weet jij eigenlijk wel tegen wie dat jij bezig bent? Oké, dus jij belt mij nog voor een opsporingsbericht, want nu moet ik echt weg. Naar mensen die mij echt nodig hebben. Oké? Dag! Ja, ik ben allemaal niet uitgepraat, hè? Dag, meneer de Poorter. Dag, mens. Hey, is de politie nog niet geweest? Jawel, jawel. Ze is juist voort. Ja, en staat ze een onderzoek? Nee, de inspecteur van mijn vrienden die gelooft ons niet. En al zeker niet als Sophie ontvoerd is. Sorry, maar dat is wel een onrustwekkende verdwijning, hè? Wat is dat voor een mens? Ja, ik weet het. Ik heb het daarop gezegd. Maar als ze morgen nog niet terug is, ja, dan gaan ze een opsporingsbericht opstellen. En dat is zelf, hè? Ik doe echt een klachtje tegen dat mens. Waar is dat? Nee, dat zou ik echt niet doen. Ik heb er juist die hoofdinspecteur al een keer goed mijn gedacht gezegd. En ik heb al een boete voor smaad in mijn been. Dan weet ik wat er alles te wachten staat, hè? Ja, dat is. We gaan zelf de dader en Sophie zoeken. Ik vind dat dus echt niet kunnen, hè? Ja, veel gaan we toch niet meer aan kunnen veranderen, hoor. Als ik dat stukje inspecteur tegenkom, hè? Ik heb de ogen uit haar kop. Dat zou ik niet doen, of je hebt ook nog een boete voor smaad aan je been. Geen probleem, betaal ze met plezier. En daarbij, weet Sophia een echtgenoot Mark eigenlijk dat zijn vrouw vermist is? Oei, ik denk dat wij die daar nog moeten vertellen. Oei. Maar Zoraal had nog niet gebeld heeft om te vragen wat zijn vrouw eigenlijk is, hè? Ja, maar eigenlijk is dat wel te verstaan, hè? Sophie ging al keilang niet meer naar huis. Hoezo? Ja, Sophie wou toch scheiden? Het ging al keilang niet meer goed tussen die twee. Ja, dat was misschien wel duidelijk naar de blauwe plekken van vorige week, hè? Maar misschien heeft Mark wel iets te maken met de verdwijning van Sophie. Wow, dat vind ik wel een heel zware beschuldiging, hoor. Ja, het zou de eerste keer gezien dat er een vent zijn vrouw ontvoert om er vanaf te komen. Weet je, ik ga nu naar Mark, hè, en ik ga hem confronteren met die informatie. Nee, niet doen! Ja, waarom niet? Omdat ik er naartoe ga. Oké, dan. Sophie? Godverdomme, hè! Ah, dag, schattige. Hé. Het is echt verschrikkelijk. Wat? Mark, we zijn echt te ver gegaan. Maar nee, dat is niet waar. Maar ja, wel, Mark, dat gaat allemaal uitkomen.
Maar nee, schat, er komt niks uit, beloofd. Het is misschien beter dat we onze affaire stoppen. Ik wil niet dat Nick erachter komt, nu dat Sophie vermist is. Maar waarom? Mark, ik zie u echt graag, maar daar gaat het niet om. Als Nick erachter komt, dat wil ik echt niet meemaken. Sorry. Little girl, pick him up. Joey, come here. Sir, I want you to teach. Hey, she's right. Sir, I want you to teach. Why not? What? You have done with my dad? Yes. He's blind. Nobody's blind, right? Zeg, schat, wat scheelt er eigenlijk? Wow, niks. Allee, kom, ik weet dat er iets is. Ik wil stoppen met de schoonheidszaak. Wat? Ik heb mij wel gehoord. Ik wil echt stoppen. Waarom? Wie is dat nu weer? Kun je gaan open doen? Ik heb er nu echt geen zin in. Tuurlijk. Ja. Ah, hey. Alles goed? Zeker, zeker. Ja. Maarten, iets aan om te drinken? Ja, weet je, dat is goed. Zeg, zijn jullie bij Mark geweest vandaag? Ja, ik ben bij Mark geweest. En zou het iets te maken hebben met de verdwijning van Sophie? Nee, heeft er echt niks mee te maken. Die was er echt kapot van. Ja, er kapot van. Maar Mark kan goed acteren ook, hè? Maar nee, Maarten, alleen. Maar ik ga nu toch zijn eigen vrouw niet ontvoeren, alleen wees eens serieus. Ja, toch. Ik blijf bij die Mark is niet zuiver. Met z'n liefst. Ja, sorry ze Maarten, maar ik snap eigenlijk ook niet waarom je Mark verdenkt. Goh ja, waarom dat ik aan verdenk? Ze staan op scheiding. Vorige week heeft ze nog een paar blauwe plekken staan, maar sorry. Dat vind ik toch niet meer normaal, hè? Ja, daar hadden we wel het punt. Kunnen we misschien over dit onderwerp stoppen, want het is mij al wel een beetje te veel. Ja, dan zeg ik nu maar een keer van de zaak stoppen. Stoppen met de zaak? Ja, ik wil stoppen met de zaak. En waarom? Het gaat gewoon praktisch niet meer. Allee ja, Sophie is ontvoerd. Er zijn veel te veel klanten. Dat gaat toch niet meer? Allee, ik bedoel, mijn spaargeld zit daarin. Uw spaargeld, niks is spaargeld, Sophia's spaargeld, Mark's spaargeld. Allee, dat was uw grote droom. Je wou dat zo graag doen, een schoonheidscentrum en nu wilt je stoppen. Zijn dat echt zeker? Maarten, Sophie is er niet meer. Ik wil dat niet zonder haar doen. Ik kan dat gewoon niet zonder haar. Maar we vinden Sophie wel terug en dan wordt alles weer als normaal. Jullie snappen er echt niks van. Jezus. Kijk, ik ben weg. Morgen vroeg kom ik om 10 uur aan en we gaan naar Antwerpen. We gaan een keer gaan shoppen of zo. Een beetje stoom afblazen en dat gaat een heel andere kijk aan. Hé? Allee, ben voort nu. En salietjes. En dan niet te veel pieken, hè. Maarten. Sorry. Sorry. Sorry, hè. Yo. Denkt voor alles, hè? Alles voor u, hè? Oh, ik zie u graag. Ik ook. Schatje, ga dan slapen, want je moet er morgen vroeg uit, hè? Ja, dat is goed. Slaap wel, hè? Slaap wel. Wie was dat? Ik weet niet meer vroeger, ik snap wel. Oh, oké.
Maak je klaar, hè? Broer is hier bijna. Ja, schat, ik ga eerst nog even rustig eten. Heb je goed geslapen? Qua ja, ik heb het allemaal een beetje laten bezinken. Het zal Maarten zijn. Ja, absoluut. Ja, als we dan op tijd willen zijn in Antwerpen voor de file, dan gaan we moeten vertrekken. Ja. Het alles mee? Ja. Oké. Salut. Dag schat. Ja, maar wacht hè. Op tijd thuis zijn vanavond, want ik vertrek naar Parijs voor een meeting. Hè? Dat is goed. Ja? Oké. Okay. Love you. Love you too. Love you. Love you. Love you. Ja, hallo. Ze zal dat gaan zeker. Allee. We zijn weg, ik ga ze lekker stelen van u. Tot Tot straks. Tot straks.